Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn bij deze online sessie over geleerde lessen over een goede implementatie van een nieuwe tijdregistratie. Mijn naam is Marijke Spiekhout, ik ben senior adviseur bij Filans en ben vandaag jullie gespreksleider. Wat gaan we vandaag doen? We gaan echt goed stilstaan bij de nieuwe manier van tijdregistratie, oftewel zorgplan is planning is realisatie tenzij. En we gaan echt inzoomen op hoe je deze implementatie kunt aanpakken. We staan stil bij de gedragskant, het denken en doen wat nodig is voor deze verandering. En we staan ook stil bij het creëren van vertrouwen, een hele belangrijke basis. En hoe we dat gaan doen is dat we eigenlijk in gesprek gaan met diverse ervaringsdeskundigen en hun ervaringen, tips en geleerde lessen horen uit de praktijk. En ik wil jullie vragen om eigenlijk je leerbril op te zetten vandaag, de komende 2 uur. En voor jezelf te reflecteren en te kijken, wat haal ik hier nu uit, waar je ook staat op het moment van de aanpak. En dat je echt lekker laat inspireren. Dus ga lekker zitten en geniet van ons programma. Wat gaan we dus als programma doen de komende 2 uur, van 2:30 tot 4:30? We beginnen zo meteen met een aftrap van VWS. Janine gaat ons meenemen over de kern van de verandering en eigenlijk de opbrengsten die we na proberen te streven met deze verandering. Daarna volgen er 2 pitches, 1 van Joyce van Vivantes. Vivantes meer een beetje aan de start van het proces. En als 2e pitch hebben we Marieke van Amaris. En zij is al een stapje verder en zij vertellen wat over hun aanpak en geleerde lessen. En eigenlijk ook een beetje de aandachtspunten. Deze 2 pitches zijn best kort, dus daarna hebben we een verdiepend tafelgesprek. Sluiten nog wat andere personen aan die ik zo meteen ga introduceren. En na dit tafelgesprek hebben we een korte pauze van 1 minuut of 10. Ik denk dat het om ongeveer 3:30 zal zijn. En dan gaan jullie naar 3 subsessies, of niet naar 3, maar naar 1 van deze 3. En dat zijn de volgende. De eerste is in gesprek over dilemma's, stappen voor implementatie en financiering en verloning. Jullie hebben je al van tevoren opgegeven voor deze sessies en je wordt automatisch doorgestuurd. En zometeen zal ik nog uitleggen hoe dat aan het werk gaat. Mocht je niet hebben opgegeven voor een subsessie, dan blijf je gewoon in deze link en dan vervolg je een andere subsessie. Even wat huishoudelijke mededelingen. Demp je microfoon. Dat is wel zo handig voor het gesprek wat we zo hebben. En alle sessies worden opgenomen. Dus mocht je liever niet in beeld willen, zet dan vooral je camera uit. Na afloop van deze bijeenkomst komen de opnames op de website Zorg voor Beter. En dat is het plenaire gedeelte, maar ook alle subsessies. Dus mocht je bij een subsessie niet aanwezig zijn, dan kun je ze later dus mooi terugkijken. En heb je problemen met de stream? In de chat staat het e-mailadres voor technische ondersteuning en maak er vooral gebruik van, mocht dat nodig zijn. Als je vragen hebt en mee wilt doen met interactieve onderdelen, gebruik dan vooral de chatfunctie. Het zijn wel op gezette momenten, zijn er tijd voor vragen, dus dat zullen we ook aangeven wanneer dat zo is. En in 1 subsessie gaan we aan de slag met een Mentimeter en daar heb je dus ook je telefoon voor nodig. En even kijken als we nu inzoomen op het programma, van ontregelde zorg. We gaan nu echt in op die tijdregistratie, maar het is veel groter dan net. Zometeen zal Janine daar ook wat over zeggen. Eigenlijk hebben we vandaag een mooie kennissessie, maar er is nog veel meer. Want op de website zorgvoorbeter.nl zijn verschillende kennisproducten. Er is eentje over de stappen voor de aanpak. Daar gaan we zometeen ook in een subsessie op in. Er is 1 over de praktische tips. En we hebben heel veel interviews gegeven, of interview gehouden en met een ervaringsverhaal opgehaald. Wat je ook kan vinden is de Frequently Asked Questions en gebruik deze ook vooral in de organisatie bij jullie zelf om deze vraag onder aandacht te brengen. En we hebben een kennisproduct rond de dilemma's met een werkvorm en dilemmakaartjes. We hebben met Filans ook verschillende leernetwerken begeleid waarin organisaties van elkaar hebben geleerd en met elkaar bezig zijn geweest met hun aanpak. En eigenlijk gaan we dat vandaag ook in het mini doen. Dus ik hoop dat we veel van elkaar kunnen leren. En ik doe dat zeker niet alleen. Ik doe dat samen met Janina Spaans hier van beleidsmedewerker van het ministerie VWS. Zij doet zometeen een aftrap. Karen Schipper, controle van Amaris. Marieke Hup, programmamanager van Amaris. En Joyce de Vrucht, coach kwaliteit en welzijn van Vivantes. En tenslotte hebben we ook nog Pauline Arts-de-Wit, ambassadeur bij verpleegkundige VNVM. Ik wens jullie heel veel plezier en ik hoop dat jullie geïnspireerd raken. En ik geef nu graag het woord aan Janina. Welkom, ook namens mij. Mijn naam is Janina Spaans. Ik werk inderdaad bij het ministerie van VWS, bij het programma Ontregelde Zorg.
En in deze korte presentatie wil ik jullie wat vertellen over de achtergrond van zorgplanningsplanningsrealisatie tenzij en het doel daarvan. En wil ik jullie heel kort iets vertellen over de samenwerking tussen Vlans en VWS op dat gebied. En wat ik hoop dat vandaag brengt. En die achtergrond, dat is dus het programma Ontregelde Zorg. En dat programma is sinds 2018 van start. En bij de start hebben we destijds aan zorgverleners gevraagd van waar heb jij nou last van als het gaat om administratieve lasten in jouw dagelijkse werk? En op basis van die antwoorden hebben we verschillende actieplannen in 10 sectoren gemaakt, waaronder een actieplan voor de wijkverpleging. En een van die punten in het actieplan wijkverpleging was het afschaffen van de 5-minuten registratie. Wijkverpleegkundigen zeiden, daar willen we echt vanaf. En dat gaat ons helpen om die administratieve lasten te verlagen. Nou, inmiddels kunnen we zeggen dat die 5-minuten registratie officieel is afgeschaft. Die hoeft niet meer. Er is niemand die verplicht dat jij voor iedere cliënt achteraf per 5 minuten verantwoordt welke zorg je hebt verleend. We hebben met elkaar afgesproken dat je gebruik mag maken van een andere manier van registreren. En dat is zorgplan is planning is realisatie tenzij. Nou, de kern van de verandering is dat je inderdaad niet meer achteraf gaat kijken naar de zorg die je verleend hebt en dat gebruikt voor de verantwoording, maar veel meer vooraf gaat nadenken over welke zorg nodig is. En op die manier veel meer in kwaliteit gaat denken en niet meer in tijd. Nou, die afspraak om te mogen werken met zorgplanningsplanning is realisatie tenzij. Daar staan alle partijen die daarbij een rol hebben, die staan erachter. Die zeggen, dit mag je gaan doen. Die partijen, dat zijn de zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit, VNVN, Actis, ZorgThuisNL en ook VWS natuurlijk. En wat we ook hebben gezien, is dat het voor organisaties best wel lastig kan zijn om dit helemaal goed door te voeren in je dagelijkse organisatie en in dagelijks werk. Daarom hebben Vlans en VWS de handen in één geslagen om organisaties daarbij te helpen. En de sessie van vandaag is een van de manieren waarvan wij hopen dat jullie inderdaad geholpen zijn. Met de goede voorbeelden die hier zo direct ook aan tafel gaan vertellen hoe zij dat hebben gedaan, hopen jullie allemaal te inspireren en die kennis te geven om hiermee zelf ook aan de slag te gaan. Dus mijn oproep zou ook echt zijn vandaag, leer vooral van en met elkaar. Nou, wil je nou je vragen die je hebt of signalen die je wilt meegeven of knelpunten die je in de dagelijkse praktijk ervaart als wijkverpleegkundige, als het gaat rondom administratieve lasten, wil je die delen? Dan kun je contact opnemen met ons vanuit het programma Ontregelde Zorg. Je kunt een kijkje nemen op onze website www.ordz.nl, maar je kunt je vraag of je knelpunt of je signaal ook direct naar ons mailen. Nou, het mailadres zie je ook hier in beeld staan. Dus gebruik dat mailadres ook vooral. En ik zou je ook willen uitnodigen, word vooral lid van onze LinkedIn-pagina. Daar posten we heel regelmatig interessante nieuwtjes als het gaat om het aanpakken van regeldruk. En op die manier blijf je op de hoogte. En wat ook mogelijk is, is dat je ons belt. Iedere maandagmiddag van 4 tot 5 hebben we een ontregelspreekuur. Het telefoonnummer staat op onze LinkedIn-pagina. En weet ons op die manier ook te vinden. Dankjewel Janina voor deze aftrap. En mooi dat je nog even deze toelichting ook geeft vanuit VWS. En waarom we het eigenlijk ook echt allemaal doen. Ik geef nu graag het woord aan Joyce van Vivantes. Ik zei net al, ze zijn wat meer startend met het proces. En zij neemt ons even mee in wat ze al voor de aanpak doet en wat eigenlijk de aandachtspunten zijn bij Vivantes. Dankjewel Marieke. Mijn naam is Joyce de Vrucht. Ik ben coach kwaliteit en welzijn bij de organisatie Vivantes. En ik heb samen met een collega van mij deelgenomen aan de lerende praktijk vanuit Vlans omtrent zorgplan is planning is realisatie tenzij. Zelf ben ik ook projectleider voor de implementatie van zorgplan is planning is realisatie tenzij. En ik ga jullie kort iets vertellen over hoe wij het hebben aangepakt. Nou, wie is Vivantes? Vivantes is een zorgorganisatie wat zich richt op de ouderenzorg,
Wij zijn gevestigd in Zuid-Limburg, waar wij in totaal 9 locaties hebben en zowel intramurale als extramurale zorg verlenen. De extramurale zorg verlenen wij alleen maar in zorgwoningen die wat gekoppeld zijn aan een intramurale setting, waardoor de cliënten zelfstandig kunnen wonen, maar wel gebruik kunnen maken van de faciliteiten van intramuraal. Nou, hoe hebben wij het nu aangepakt? Wij hebben als eerste een projectgroep samengesteld waarbij we het heel belangrijk vonden dat alle disciplines die wat in de thuiszorg betrokken zijn ook aanwezig waren. Dus in onze projectgroep is een verzorgende vertegenwoordigd, een verpleegkundige, een aantal wijkverpleegkundigen, een locatiemanager en een beleidsmedewerker kwaliteit. En wij zijn ons eigenlijk eerst gaan verdiepen wat houdt zorgplan, is planning, is realisatie nu eigenlijk in. En daarbij kwamen we al snel tot de conclusie dat het zorgplan de basis is voor alles. En dat moet dus gewoon ook staan als een huis. Daardoor zijn wij eerst kritisch gaan kijken van wat vinden wij nu van ons eigen zorgplan, onze eigen werkwijze, wat we nu hanteren. Dat hebben wij gedaan door interviews te doen bij wijkverpleegkundigen en ook focusgroepsessies te organiseren. En daarnaast zijn wij ook meegelopen met verzorgenden en verpleegkundigen echt in de praktijk om te kijken hoe gaat het er nu in de praktijk aan toe. Want je kan van alles bedenken, maar wij vinden het heel belangrijk dat de praktijk de basis is voor je implementatie. Daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het verpleegkundig proces bij ons nog verbetering ingezet kon worden. En wij hebben eigenlijk alle stappen van het verpleegkundig proces opnieuw herschreven. We zijn echt gaan kijken van anamnese tot en met evaluatie. Wat doen we nu? Wat vinden we daar goed aan? Wat willen we behouden? En wat willen we anders? Nadat het hele verpleegkundig proces opnieuw beschreven was, hebben we een pilot gedaan waarbij iedere wijkverpleegkundige 5 zorgplannen heeft gemaakt conform de nieuwe werkwijze. Dat is vervolgens geëvalueerd geworden door middel van een enquête. Zowel bij de wijkverpleegkundigen als bij de verzorgenden en de verpleegkundigen die wat met het zorgplan werken. Waarna we nog wat kleine aanpassingen gedaan hebben. Momenteel zijn we bezig met de implementatie zelf en alle zorgplannen ook om te schrijven naar de nieuwe werkwijze. Waarbij wij dan hopen om in september 2022 de overstap te kunnen maken naar zorgplan is planning is realisatie, tenzij. En op het einde zal er dan ook nog een evaluatie plaatsvinden. Wat heeft het ons tot nu toe gebracht? Nou, wij hebben een hele hoop verminderde administratieve last. Wij kwamen erachter dat we alleen al bij de anamnese bijna 14 pagina's aan administratie deden invullen. Dat hebben we ingekort naar 2 pagina's, zonder daarop heel veel in te leveren op de inhoud. Maar wij zijn vooral gaan kijken, wat heb je nodig om bijvoorbeeld de risico's van een cliënt in kaart te brengen? Hoe kun je dat doen? Kun je dat niet gewoon ook in een gesprek doen? Of heb je daar een hele vragenlijst van 5 pagina's voor nodig? En wij zijn tot de conclusie gekomen dat we die vragenlijsten niet nodig hebben. Verder hebben we daardoor nu ook een uniforme werkwijze. Je merkt dat iedere wijkverpleegkundige een beetje een eigen manier had van het opstellen van een zorgplan. En nu is op iedere locatie het zorgplan hetzelfde. Daarbij is het zorgplan veel leefbaarder geworden. Het is weer terug in beeld in de picture. Voorheen keken vooral de wijkverpleegkundigen alleen maar naar het zorgplan. En wat je nu ziet is dat iedereen daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in neemt. En dat de verzorgende en de verpleegkundigen nu ook tips aanreiken en aangeven bij de wijkverpleegkundigen wanneer een plan gewijzigd dient te worden. Want de wijkverpleegkundige blijft eindverantwoordelijk, maar heeft wel de verzorgende en verpleegkundige daarbij nodig. En uiteindelijk leidt het ook gewoon tot vele betere kwaliteit van zorg, meer plezier in ons werk, doordat we ons meer bezig kunnen houden met de cliëntenzorg in plaats van met administratie. Dit was even heel kort wat ik wilde vertellen. En dadelijk in de tafelsessie gaan we daar verder op in. Dankjewel Joyce voor je verhaal. Mooi om te horen wat het heeft opgeleverd. Een beetje ingezoomd al op de aanpak. En we gaan inderdaad zo meteen in het tafelgesprek verdiepend wat vragen stellen. Om wat meer details te horen. Ik geef nu graag het woord aan Marieke van Amaris. Die ons ook meeneemt in hun aanpak.
Ja, dankjewel Marijke. Ook namens Amaris, welkom bij deze kennissessie. Ik neem jullie graag in vogelvlucht mee in ons project van registreren naar regisseren. Nou, ik ben Marieke Hup en ik ben sinds kort programmamanager bij Amaris. En hiervoor was ik wijkverpleegkundige en ook in de rol van wijkverpleegkundige betrokken bij dit project. En met mij aan tafel straks zit ook Karin Schipper en zij is controller bij Amaris. Nou, voor wie Amaris nog niet kent, wij zijn een zorgorganisatie in de regio Gooien-Vechtstreek en de regio Eemland. En wij hebben onder andere 18 wijkteams. Het doel van het project voor ons was van tijdsverantwoording naar verantwoording langs inhoud. Dus niet meer in minuten denken, maar echt vanuit de inhoud van ons vak. Nou, wat hebben wij precies gedaan? Wij hebben de minutenregistratie in de gehele wijkverpleging bij ons afgeschaft. Dus alle 18 wijkteams registreren geen minuten meer sinds afgelopen januari. En daarmee hebben we de werkplezier van de zorgverleners in de wijkteams verhoogd. Hoe hebben wij dit aangepakt? Nou, we zijn uitgegaan van het zorgplan. Het zorgplan is de basis. En in het zorgplan staat zowel alle zorg die we bij de cliënten thuis leveren, als ook de cliëntgebonden afstemming, wat niet per se thuis hoeft plaats te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld telefoongesprekken met een huisarts of evaluatiegesprekken of wat dan ook. En op basis van dat zorgplan stellen wij een indicatie. Ook die indicatie is weer opgebouwd uit de zorg bij de cliënt thuis en de cliëntgebonden afstemming. Alleen het unieke bij ons is dat we die cliëntgebonden afstemming hebben ingeschat per doelgroep. En om dit te kunnen berekenen als wijkverpleegkundige hebben we een hulpmiddeltje gemaakt, namelijk de rekenhulp. Dit is een printscreen van onze rekenhulp. Het is een Excel-bestand. In de linkerkolom kunnen we invullen welke zorgactiviteiten er bij de cliënt thuis plaatsvinden. En in de rechterkolom kunnen we aanvinken om welke doelgroep het gaat. En dan maken wij nog een nuance naar complexiteit in de doelgroep. En dan rolt daar een aantal minuten uit. En het totaal aantal minuten, dat voeren we in als indicatie. En deze indicatie, die declareren wij. En wij hanteren dus geen tenzij meer, wat ook vrij uniek is. De tenzij die de meeste organisaties nog hanteren, is bijvoorbeeld persoonsalarmering. Nou, voor persoonsalarmering hebben we gekeken naar het verleden. Hoe vaak alarmeren cliënten gemiddeld en hoe lang zijn we daar gemiddeld mee bezig? En dit gemiddelde nemen we mee in de indicatie als een cliënt ook persoonsalarmering heeft. Ook voor het opstarten van zorg hebben we gekeken naar hoe lang zijn we hier gemiddeld als met een cliënt mee bezig. Als groep wijkverpleegkundigen hebben we gekeken wat hier allemaal bij komt kijken. Zoals een intakegesprek en het eerste zorgplan maken. En hiervan hebben we als groep wijkverpleegkundigen ook weer een gemiddelde vastgesteld. Dus zodra de cliënt in zorg komt, dan wordt deze declaratiestandaard automatisch de deur uitgegaan. De enige uitzonderingen die we nu nog hebben zijn de preventieve huisbezoeken en het stellen van een PGB-indicatie. Als wij dit hebben gedaan als wijkverpleegkundige, dan laten we dit apart aan de zorgadministratie weten om dit te kunnen declareren. Omdat we dus de registratie hebben afgeschaft, hebben we dus ook de verloning kunnen loskoppelen. Dit was voor ons echt een voorwaarde om de hele registratie los te kunnen laten. En doordat we de verloning hebben losgekoppeld, kunnen we nu werken in diensten. Waaronder 2 8-uursdiensten per wijkteam. En dit maakt het ook voor ons aantrekkelijker om grote contracten te kunnen aanbieden. Nou, wat was daarvoor nodig om dit alles te doen? Wij zijn een projectgroep gestart met veel wijkverpleegkundigen. En we hebben veel vertrouwen gekregen vanuit de organisatie om hiermee te gaan experimenteren. En de wijkverpleegkundigen echt een plek te geven. Daarnaast hebben wij veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de ervaringscijfers of cijfers uit het verleden om alles goed te kunnen onderbouwen. En om te toetsen of we goed op weg waren, hebben we schaduwmaanden gedraaid. Schaduwmaand is dat wij op de nieuwe manier zijn gaan indiceren en op de oude manier een maand lang zijn registreren. En aan het eind van de maand zijn we dit met elkaar gaan vergelijken. Zijn we ongeveer goed op weg? En dat waren we. Dus toen konden we het implementeren bij de overige wijkteams. En daarvoor hebben we een ruime periode genomen om zo de zorgadministratie niet over te belasten. Nou, wat zijn de aandachtspunten die we op ons pad tegenkwamen? Allereerst hebben we gemerkt dat het best wel een cultuuromslag is nog voor wijkteams. Doordat wij dus in diensten werken, waaronder 2 8-uursdiensten, hebben we geen bereikbaarheid meer nodig. En dat was voor sommige wijkteams even wennen. En daarnaast hebben we gekeken of we het overwerken ook kunnen terugdringen. En dan gaat het om overwerk in de zin van je dienst verlengen. Want dat is eigenlijk ook niet meer nodig als er altijd een 8-uursdienst aanwezig is. Dus lukt het niet om je werk binnen je dienst af te krijgen, kijk dan of je het kan overdragen aan de 8-uursdienst.
het overwerken vanwege verlof of ziekte, dat komt nog heel veel voor. Daarnaast is een aandachtspunt de eenduidige stuurinformatie voor managers. Vroeger hadden we dat productiviteitsradertje. We zijn heel blij dat we daar vanaf zijn. Maar daarvoor in de plaats hebben we wel iets anders moeten ontwikkelen. En dat is een heel ingewikkeld model geworden. En we merken dat de managers ook behoefte hebben aan een makkelijkere tool daarvoor. Dat ze gewoon eventjes makkelijk kunnen inzien hoe het er nou voor staat met hun wijkteams. Dus daar zijn we ook nog mee bezig. En het laatste aandachtspunt is een efficiënte cliëntenplanning. Want doordat we dus ook met 8-uursdiensten werken, is het extra belangrijk om je middagen productief te besteden. Nou, dit was in vogelvlucht ons project. Welkom nu aan de tafel, want we gaan nu verdiepend in gesprek met deze dames. In ieder geval Joyce van Vivantes en Marieke van Amaris. Dankjewel voor je pitch ook net, Marieke. Goed om te horen hoe jullie dit hebben aangepakt. En we geven mooie tipjes van de sluier al. Maar tijdens dit tafelgesprek zijn er nog twee mensen aangeschoven. En dat is Karen van Amaris. Kun je misschien jezelf even voorstellen? Ja, dankjewel, Marijke. Ik ben Karen Schipper. Ik ben controller bij Amaris. En in die hoedanigheid heb ik ook aan het project mee kunnen helpen. Nou, fijn dat je aansluit. En ook Pauline. Ik ben Pauline Arts. Ik ben ambassadeur voor de wijkverpleegkundige bij VNVN. En ik werk ook als wijkverpleegkundige nog. Voor VNVN neem ik deel aan de werkgroep Vermindering Administratieve Lasten en aan de werkgroep Tijdsregistratie, ook samen met Janina. Oké. Okay. Jij kan ook wat meer voorbeelden uit het land noemen mogelijk, hè? Dat ja, en een stukje uit de achtergrond, hoe het vanaf 2018 zo gelopen is. Oké, okay. Ja. Mooi, fijn dat je ook aansluit. En eigenlijk wat we vandaag doen, we hebben het heel veel gehoord in de pitches al, maar ja, de echte details, daar gaat het natuurlijk soms om, want hoe pak je dit nu werkelijk aan? En we hebben wat vragen voorbereid en we gaan dan zeker ook jullie gelegenheid tot vragen geven, dus zet vragen in de chat. Op een gegeven moment ga ik over naar die vragen en dan krijg ik een selectie hier te zien en dan behandelen een paar. We zullen niet alles kunnen behandelen, maar mocht je een vraag hebben, zet hem vooral in de chat. En eigenlijk als eerste vraag misschien, wat helpt nu echt bij een goede aanpak? Wat moet je nu echt doen? Is een soort must-do. Marieke, wat zou je daarop als antwoord geven? Wat moeten mensen als echt doen? Echt vertrouwen hebben. Vertrouwen in de wijkverpleegkundige en vertrouwen in het project, want dat is het echt waard. En een beetje lef hebben. Een beetje lef hebben. En ja. Hoe uit dat lef zich dan? Nou, probeer het ook gewoon te doen. Ja, wees niet te bang. Oké. Dus ga het een beetje aan, probeer te experimenteren en heb vertrouwen dat je dan ook verder komt. En Joyce, bij Vivantes, wat denk je, dat zijn de dingen, echt wel geleerde lessen die ik mee wil geven, gezien globaal de aanpak? Ja, het is inderdaad een stukje out of the box is het denken. Het is een hele andere manier van werken en van registreren. En het is wel heel goed om daarin de praktijk mee te nemen en echt te kijken waar loopt de praktijk tegenaan en waar zijn zij ook echt mee geholpen. Okay. Om verder te kunnen. Dus echt inzoomen, waarom doe je het en wat is er nodig en waar is behoefte aan? En als je wat praktische stappen meegeeft, Marieke, als je net begint, hoe moet je dan beginnen? Nou ja, wij zijn in 2019 begonnen met een projectgroep, bestaande uit 4 wijkverpleegkundigen. Karin als controller, de zorgadministratie, informatieadviseur en een wijkmanager. En we hebben allereerst gewoon gekeken van waar registreren we nou eigenlijk allemaal op? Zowel op cliënt, de zorg bij de cliënt thuis, als die cliëntgebonden afstemming. Welke tenzij's registreren wij allemaal nog? En ook wat registreren wij wat niet op de cliënt wordt weggeschreven, maar voor de organisatie. Dus dat hebben we eerst echt goed in kaart gebracht. Waar registreren wij allemaal op? Oké. Okay. Dus daar begin je mee. Waar registreer je op? Wat zijn die thema's? En breng dat goed in kaart. Ja. Oké. En dan? En toen zijn we ons gaan focussen in eerste instantie op die cliëntgebonden afstemming. We dachten, daar willen we echt iets voor gaan verzinnen. Dat had eerder niet zo'n grote plek in ons zorgplan en ook niet in de indicatie. Dus we zijn gaan kijken van wat houdt die cliëntgebonden afstemming nou in? En welke activiteiten vallen daar allemaal onder? En kunnen we daar iets op verzinnen, dat we dit makkelijker maken om dat in te schatten? Want wij vonden het nog best wel lastig om dat per individu in te schatten. En dus wij zijn ook gaan experimenteren van, kunnen we dit niet gewoon per doelgroep inschatten? Oké. Dus je hebt experiment gedaan en toegekeken wat werkt het beste en doorgaan naar implementatie.
Oké. En Pauline, wat hoor jij in het land als mensen beginnen? Wat zijn dan dingen die je vooral moet doen? Een stukje zorgplan ook, wat jij zegt. Die is gewoon heel duidelijk, want die zorgplan is gewoon de basis voor de indicatie. En wat op een gegeven moment ook uit eerdere kennissessies als knelpunt naar voren kwam, was dat uiteindelijk die wijkverpleegkundige daarmee een hele administratieve last kreeg, wat gewoon absoluut niet de bedoeling was van deze registratiewijze, waarbij dus aan het eind van de week gekeken werd van wat is er geregistreerd, en er werd dan het zorgplan en de indicatie op aangepast. Okay. Dat is dus niet de bedoeling. Dus echt gewoon kijken, gewoon per cliënt, gewoon zoals je normaal je indicatie doet. Wie heb ik hier? Wat is het probleem? Waarom is het probleem? Wat ga ik hier doen? Hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? En daarin ook inderdaad die cliëntgebonden afstemming meenemen. En daarin werd in eerste instantie ook gevraagd van hoeveel cliëntgebonden afstemming mag ik dan indiceren? Ja, dat hangt van je cliënt af. Ja. Ja. En ik denk dat het heel mooi is wat jij zegt, wat jullie gedaan hebben, om te kijken van kunnen wij dit qua doelgroep doen? En schieten wij er dan niet bij in? Maar schiet die zorgverzekeraar er ook niet bij in? Nee. Want uiteindelijk moet iedere speler moet zich comfortabel erbij voelen. En we moeten ons er ook met z'n allen op kunnen vertrouwen dat het uiteindelijk goed gaat. Ja. Ja. Dus het zorgplan is echt de basis. En kijk naar die vakinhoud. En kijk wat is daar nodig. En wat ook stem je dat op de cliënt af. Ja. Hè? Dus dat is het belangrijkste. En wat zijn daar nog aandachtspunten? Als je kijkt naar zorgplan en planningsrealisatie. Als je kijkt naar dat plan. Of als je kijkt naar de indicatie. Wat voor aandachtspunten moet je dan op letten? Joyce? Dat het inderdaad alles geïndiceerd is wat je ook doet. Daar komen wij nu ook wel achter. Wij hebben niet alles geïndiceerd wat wij eigenlijk wel voor de cliënt, doen. En dat je het gewoon afstemt op de cliënt, maar dat ook allemaal wegschrijft. En het ook een manier bedenkt dat het actueel en up-to-date blijft. Zeker als het zorgplan jouw basis is voor alles, moet je ook ingebouwd hebben dat je het actueel en up-to-date houdt. Oké. Zijn er nog aanvullingen op? Ja, ik denk het zorgplan moet ook navolgbaar zijn. Dus alles wat ik geïndiceerd heb en overal waar ik een doel op heb gemaakt, moet uiteindelijk ook zichtbaar zijn dat ik daar iets mee gedaan heb. En wat ik daarmee gedaan heb, dat ik het op tijd bijgesteld heb. Dus dat je ook gewoon heel duidelijk kan volgen wat er met die cliënt gebeurd is, waarom ik welk doel ik gesteld heb, hoe ik daar aan gewerkt heb, en dat het ook weer op tijd bijgesteld wordt. Oké. Ja, wat ons heel erg heeft geholpen is om echt het wijkteam hier ook bij te betrekken. Dat het niet alleen iets is van de wijkverpleegkundige om dat zorgplan bij te werken en up-to-date te houden, maar dat het hele wijkteam zich daar verantwoordelijk voor voelt. En als zij zien dat het gevolg heeft voor de indicatie, dat zij dan de wijkverpleegkundige een seintje geven, dat die dan daarna kan kijken. Dus dan wordt het iets van het hele wijkteam. Ja. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, ja, wat jij ook zei inderdaad. Ja, dus kijken met z'n allen naar en overleg ook goed en stem ook af. En hoe, in algemeenheid, hebben jullie de mensen meegenomen en betrokken in die aanpak? Want er zijn meerdere mensen betrokken, hè? Niet alleen de wijkverpleegkundigen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, bij Amaris hebben we heel erg uitgelegd wat wij als wijkverpleegkundigen eigenlijk doen. Heel erg uitgelegd wat ons vak inhoudt en daarmee hopelijk het vertrouwen geven dat wij echt weten wat wij doen en dat wij methodisch werken en alles goed kunnen onderbouwen. En ik denk dat dat ook wel een stukje vertrouwen heeft gegeven binnen de organisatie. Oké. En hoe hebben jullie dat gedaan bij Vivantes? Ja, wij ook echt ook door goed te luisteren naar de praktijk, met interviews, met ze meelopen en echt kijken waar hebben zij behoefte aan, tot het inderdaad ook een zorgplan wordt, ja, wat in de praktijk ook gebruikt kan worden en wat ook gewoon toepasbaar is voor de praktijken, en van daaruit verder gegaan en tussendoor regelmatig getoetst in een wijkverpleegkundig overleg, in werkoverleggen van de wijkteams. We zijn dit van plan, wat vinden jullie hiervan? Hebben jullie nog tips voor ons? Oké. Ik krijg wat vragen binnen, dus ik pak er even een paar op. Is er ook vooraf afstemming geweest met accountants en verzekeraars over de hanteren werkwijze? Want je vertelt nu iets over de aanpak. Kun je er misschien wat over vertellen, Karen? Ja, zeker. Ja, wij hebben echt, bij Amaris hebben we eigenlijk best wel gekeken van ja, we wilden gewoon better safe than sorry spelen. Dus we hebben best wel een lange aanlooptijd gehad. En toen wij begonnen, zijn we een keer bij een Actis bijeenkomst geweest. Daar inderdaad ook met een dame van KPMG contact gehad. Inderdaad ook tussendoor getoetst. We mochten haar ook benaderen. Mm-hmm. We hebben onze eigen accountant hebben we ook gewoon tussendoor laten weten. Tijdens de interim controles. Die dan natuurlijk veel meer gericht zijn op de controle van hoe zitten jullie processen in elkaar bij jou als organisatie. Daar gewoon eigenlijk stapgewijs
uitgelegd wat gingen we doen. Ook een beetje voor ons, zijn we op de goede weg? Komen we dan inderdaad door de controles heen? En ja, de vragen die de accountants ons stelden, ja, die konden we beantwoorden. Dus dat is natuurlijk lekker, dat is heel prettig. Dus ja, dan denk ik van, nou, dan zitten we goed. En ja, we hebben ook zeker contact gezocht met zorgverzekeraars. Bij ons is onze dominante zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Daar hebben we mee gesproken. En ja, zij gaven ons vooral ook het advies van, ja, conformeer je aan de handreiking die geweest is hiervoor. En als je binnen die banen blijft, binnen dat kader, ja, dan komt het wel goed. En okay, ja, dus dat, ja, dat vertrouwen hebben wij vanuit hen ook echt meegekregen. En dat scheelt echt een hele hoop. Dus zowel inderdaad vertrouwen vanuit de organisatie zelf, maar ook inderdaad de accountant en de zorgverzekeraar. Ja. Ja, en ik zou ook echt iedereen willen adviseren, zoek ze gewoon op. Ja, ze zitten niet per se om alleen maar kritiek te leveren, maar vooral ook echt om te helpen. En gebruik ze daar gewoon bij. Dus ga in gesprek met die zorgverzekeraars en kijk ook wat willen ze voor controle hebben en wat hebben ze nodig. En eigenlijk waar je zegt, er is heel veel vertrouwen en geef jullie ook wel wat vrijheid om daar goed naar te kijken en te experimenteren. En dan uiteindelijk vertrouwen ze op dat jullie ook wel iets bedenken wat eigenlijk zeker nodig is. Ja, ja. Mooi. En nog een andere vraag, hoe zit het met de doelmatigheid? Ja, dat en we hadden dat al voorgesproken, dus we hadden deze vraag al verwacht. Ja, dat was wel. Ja, we hadden op voorhand, we wisten natuurlijk op een manier ook hoe we werkten, voordat we de 5 minuten registratie. We wisten, de wijkverpleegkundigen, die moesten zelf hun uren registreren. En wat Joyce net ook al aangaf, er slippen gewoon dingen doorheen. Dus we wisten dat we zorg die we wel leverden, misten bij de registratie en dus bij de declaratie. We hebben een beetje, nou ja, van tevoren berekend, nou ja, waar zouden we ongeveer uit? Nou, dan zouden we 6-7% zouden we hoger uitkomen. Dat betekende voor ons gelukkig nog wel dat we nog steeds onze doelmatigheidsafspraken zouden halen. Die hebben we ook gehaald afgelopen jaar. En dat houden we natuurlijk dit jaar ook weer netjes in de gaten. En wat we nu gezien hebben is dat we ongeveer 5% hoger uitgekomen zijn dan toen wij keurig netjes alle plusjes en minnetjes. Dus het viel eigenlijk binnen de marge die we van tevoren berekend hadden. Dus ja, dat is echt heel prettig. En ja, omdat we heel voorzichtig begonnen zijn, team voor team, ja, minimale risico, ja, konden we dat ook goed monitoren. Oké, okay, mooi. Mooi om te horen. Ja, want mensen maken zich natuurlijk wel zorgen. Voldoe je aan de zaken waar je aan moet voldoen? Ja. Maar daar hebben we dus een goed gesprek over gehad. Dus mooi om te horen. Een andere vraag van mij. Die tenzij, hoe ga je daarmee om? We hebben nu een beetje over het zorgplan, hè, de basis. En jullie vertellen ook hoe jullie dat hebben gedaan. Maar hoe zijn jullie omgaan met de tenzij? En Maris, jullie hebben geen tenzij meer. Kunnen jullie daarvan vertellen hoe dat dan is gegaan? Nee, wij wouden geen correcties achteraf meer. Dus we hebben in kaart gebracht van wat kunnen al die tenzij's zijn. Nou ja, de grootste tenzij is bij veel mensen die ongeplande zorg van de persoonsalarmering. Mm-hmm. Dus nou ja, wat ik zei, daarvoor hebben we teruggekeken naar het verleden. Van kunnen we dat niet gewoon meenemen in indicatie? En een andere grote tenzij is het opstarten van een zorg. Omdat je dat een intakegesprek en zo wordt niet meegenomen in een indicatie. Dus daar hebben we ook naar gekeken. En verder hebben we eigenlijk geen tenzij's meer. Want stel voor, soms loop je wel eens wat uit in de route en soms loop je wel eens wat in. Nou, wij denken dat valt wel tegen elkaar weg. Stel voor, je wijkt eenmalig af van het zorgplan. Ja, daar gaan we niet allemaal correcties voor doorvoeren. Maar als je structureel afwijkt van het zorgplan, ja, dan moet het zorgplan bijgesteld worden en dus ook een nieuwe indicatie. Ja, oké. Okay. Dus zeg maar structurele wijzigingen, dan gaan jullie terug naar het zorgplan en anders eigenlijk. Ja, dan anders in de voortgangsrapportage als je eenmalig afwijkt. Ja. Oké. Okay. En Pauline, wat hoor jij daar in het land, hoe men met die tenzij omgaan? Want Amalis heeft afgeschaft, maar niet iedereen heeft dat gedaan, hè? Nee. Ja. Het stukje wat ik net zei, hè, dus dat op een gegeven moment de zorgplannen aan het eind van de week met terugwerkende kracht gewijzigd werden. Nou, dat is dus echt niet de bedoeling. En wat jij heel goed aangeeft, op het moment als je dus eenmalig afwijkt, dan is dat terug te vinden ook in de voortgangsrapportage. Mm-hmm. En je hebt eigenlijk 3 smaken. Er kan iets gebeuren waardoor je eenmalig afwijkt. Stel, een cliënt valt. Of de cliënt die wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dan is er geen wijziging in het zorgplan. Of ik loop eenmalig uit en er is verder niet zo heel veel aan de hand. Dan is het eenmalig tenzij registreren. En dan hoef je het ook niet op te nemen. Of inderdaad, er komt andere zorg uit voort. En dan moet ik wel een zorgplan aanpassen. En ook mijn indicatie aanpassen. Oké. Okay. En Joyce, hoe is het bij jullie? Hoe kijken jullie naar de tenzij aan? Wij zijn inderdaad daar nu naar aan het kijken. Van wat willen wij met die tenzij doen? En wij willen die inderdaad ook zo min mogelijk houden en echt zo beknopt
mogelijk. Dat je inderdaad niet de ruimte krijgt, dat het toch steeds meer weer die tenzij wordt. En dat je dadelijk over een half jaar toch weer alles achteraf aan het registreren bent. Want dat is denk ik wel een hele grote valkuil waar je voor moet waken. Dus ik vind het idee van Amaris zeer zeker niet uit. Dus jullie neigen ook wel naar die kant. Ik neem het zeker mee. Ja. Mooi. Goed om te horen. Zijn ook bepaalde tools, want we hebben net over, nou, wat zijn de must-do's en hoe ga je om met de plan en met het tenzij. Maar zijn er ook bepaalde tools die jullie hebben ingezet, worden de rekentool, maar ook misschien dashboards, of dat je denkt van ja, zet dat vooral in, want dat hielp ons enorm. Karin? Marieke had het eigenlijk in de pitch al een beetje verteld, hè, voor de rekenhulp. En die is vooral bedoeld op het moment dat de indicatie gesteld wordt door de wijkverpleegkundige. Ook wat Joyce in haar pitch aangaf, om toch die uniformiteit te krijgen bij de wijkverpleegkundige. Je hebt eigenlijk een hele mooie beslisboom die gebruikt kan worden voor de cliëntgebonden afstemming. Dus de indirecte zorg die dus niet achter de voordeur bij de cliënt zelf plaatsvindt. Ja, en die rekent op zich redelijk makkelijk weg naar wat de indicatie per week wordt. Dus zo wordt eigenlijk de wijkverpleegkundige geholpen. Als ik dan naar mezelf kijk als financial, vind het heel prettig om te weten dat wij op een gegeven moment met inkomsten en kosten dat wel goed zit. Ja, daar heb je natuurlijk je verlies- en winstrekening voor. Maar wij gebruiken daarvoor nu ook, zoals Marieke aangaf, een FTE-model. En dat vergelijkt eigenlijk het aantal FTE's wat ingezet mag worden op basis van de zorgvraag van alle cliënten binnen een wijkteam. Daarnaast kijken we ook van hoeveel FTE's hebben wij op contractbasis binnen een team zitten. En als laatste kijken we ook naar het dienstenpatroon, want dat is natuurlijk het allerspannendste. Zeker ook omdat wij met 2 keer 8 uur diensten werken. Ja, was daar van tevoren bij managers vooral ook toch wel enige stress van gaat dat wel goed? Kunnen we dat dan nog wel betalen? En ja, super fijn dat die managers dat gevoel hebben. Maar daar hebben we nu dan dit nog wel iets wat ingewikkeld model voor. En daarvoor zijn de managers echt wel afhankelijk van mij als controller. Mm-hmm. Dus we zijn wel zoekende of we daar nog een iets simpeler manier kunnen vinden. Dus niet terug naar het productiviteitsradertje, maar toch makkelijker, zodat zij door de tijd heen wat makkelijker kunnen zien van zit het goed zeg maar, met de inzet van personeel ten opzichte van de zorgvraag bij de cliënten thuis. Zeg maar. Okay. En we hebben ook wel wat aanpassingen gemaakt, bijvoorbeeld op de zorgadministratie. De controles zijn daar wat veranderd. Wel ook echt gekeken verplaatsen we dan niet de administratieve last vanuit de wijk naar het servicebureau. Daar hebben we ook echt goed naar gekeken, dat minimaal mogelijk blijft. We hebben niet per se toeltjes voor, maar wel echt in het proces naar gekeken van wat doen we wel, wat moet en wat doen we wat eigenlijk niet hoeft en kunnen we dus afschaffen. Mooi om te horen. De rekentool, dat is een hele belangrijke. En ik krijg inderdaad ook een vraag. Hè. Is die ontwikkelde rekentool van Amaris ook voor alle zorginstellingen bruikbaar? Marieke? Nee, de gedachte erachter wel. Maar hij is wel heel erg organisatiespecifiek. Want het ligt er maar net aan welke cliënten je in zorg hebt. Welke groep cliënten. En hoe je organisatie is ingericht. Oké. En ik heb hier nog een paar meer over de verloningkant. Dan ga ik toch even naar Karen. En dan wil ik nog wel even horen over de andere tools. Op welke manier draag je zorg voor de scheiding verloning, zorgverzekeraar en verloning medewerkers? Ik weet niet of ik de vraag helemaal goed begrijp. Kan je hem nog een keertje herhalen? Op welke manier draag je zorg voor de scheiding verloning, zorgverzekeraar en verloning medewerkers? De medewerkers die werken volgens een dienstrooster. Dus die hebben gewoon hun dienst wordt verloond. En de cliëntenzorg wordt de indicatie gedeclareerd. Ja. Okay. Dus wat we eigenlijk zien, dat voorheen inderdaad waren dus onze plankaartjes, hè, waar de cliëntenroute in zat. Die zat echt gekoppeld zeg maar, aan ons verloningssysteem, waar dus ook echt alle medewerkers in de wijk op betaald werden. En dat werd ook gebruikt om de declaratie richting de zorgverzekeraar in gang te zetten. En wat we nu hebben, dat echt puur gescheiden, zeg maar. Okay. Dus wat we nu zien, is dat we een soort van planproducten ingericht hebben in ons systeem, wat in ieder geval de kaders geeft, zodat het wijkteam weet waar ze heen moeten. En daar in ieder geval een soort van indicatie van tijd, waardoor dus dan ook, stel dat er echt structureel afgeweken wordt, het signaaltje richting de wijkverpleegkundige kan. En aan de andere kant wordt dus echt de indicatie wordt gebruikt om te declareren. En dat zijn echt twee hele losse stromingen nu. Oké.
Ik hoop dat het antwoord op de vraag is en anders krijg ik vast nog een vraag doorgespeeld. Nog een andere vraag, ook een beetje rond dit thema. Blijf het toch een beetje bij Karin hangen, hè? Dat is toch wat vragen over de verloning. Ja, dat is toch een hele leuke subsessie. We hebben inderdaad heel belangrijk, dat Karin zegt, zo'n een hele leuke subsessie over die verloning. Dus gaan we wat dieper op in. Dus ik pak nu nog één en dan ga ik ook even wat meer algemene vragen langs. Maar nog één voor jou, Karin. De medewerker op de route vinkt af op zijn om zijn verloning te krijgen. Hoe doet de wijkverpleegkundige op kantoor dit? Ja, bij ons werkt het iets anders, want bij ons zit de wijkverpleegkundige niet echt op kantoor. Die werkt gewoon mee in het team zelf. Die lopen ook routes. Sommige wijkverpleegkundigen hebben ook zelfs nog wat case management taken. Dus die hebben dan ook hun eigen cliënten daar nog bij. Hoe het bij ons eigenlijk geregeld is, wij hebben binnen een team hebben wij een planner. En dat kan een medewerkerplanner zijn of iemand die de planning voor de cliënten doet. En degene die de medewerkerplanning als regeltaak heeft, die zorgt ervoor dat het rooster gevuld is. En die kijkt iedere maand aan het einde van de maand, voordat de verloning eruit gaat, checken van, hey, klopt allemaal, heb ik geen gekke dingen gezien, klopt dit? En dan wordt het afgevinkt. Dus aan voorhand wordt dus de planning gemaakt, dus het rooster van, nou, wie doet welke dienst. Daar zit uiteraard nog wel eens wat wisseling in. Dat wordt keurig netjes gecontroleerd aan het einde van de maand en dan gaat het richting de verloning. Oké. Dus dat is hoe het bij ons werkt. Ja. Ik kan me voorstellen, stel dat een wijkverpleegkundige op kantoor zit, dat die misschien ook middels een rooster en dat dan door iemand geaccordeerd wordt. Want er is natuurlijk altijd nog een paar extra ogen voor nodig. Ja. Mooi om te horen. Even wat ingezoomen op de verloning en over inderdaad wat tools. Zijn er nog andere tools dat je denkt van, ja, die zijn handig om mee te nemen? En dan kijk ik naar jou, Joyce. Hebben jullie dingen ingezet dat je denkt, ja, dat is wel goed om toe te passen rondom? Wij hebben, ja, bij ons is dan vooral het anamnese formulier. Dat is bij ons echt wel drastisch gewijzigd. Dat we niet meer de BAM-formulier deden invullen en niet meer een apart formulier voor de risicosignalering. Om dat wel zo min mogelijk te houden, die administratie. Maar dat je toch een holistisch beeld van de cliënt hebt. Wat je wel nodig hebt om ook je indicatie te kunnen stellen. En hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe zijn jullie dan? Want je gaf aan heel veel pagina's. Hè? Hoeveel waren het er? 14 naar een stuk of twee. Hè? Ja. Dus dat is wel een. Want heb je dat met de wijkverpleegkundige? Hoe hebben we dat aangepakt? Dat hebben we inderdaad met de wijkverpleegkundige besproken. En ook met, met de verpleegkundige en de verzorgende. Waarbij we eigenlijk nemen bijvoorbeeld het BAM-formulier. Het is heel belangrijk dat je bij een intake kijkt van, is de cliënt in staat om zelfstandig zijn medicatie te nemen of heeft hij daar hulp bij nodig? Maar wij zijn van mening dat de intake eigenlijk altijd gedaan wordt door een wijkverpleegkundige. Dus een niveau 5 of een niveau 6. Daar ga je dadelijk ook de eerste lichtingen van krijgen. Daar heb ik geen formulier voor nodig met 15 vragen omtrent medicatie. En tot daar een score uitkomt. En die score bepaalt of een cliënt hulp nodig heeft, ja of nee. We kunnen dat ook gewoon tijdens het anamnesegesprek, door het gesprek aan te gaan met de cliënt. Maar vooral ook door goed te blijven observeren tijdens de zorg. Kunnen we ook kijken van, heeft de cliënt hulp nodig, ja of nee. En dat scheelt al zoveel in administratieve last, zonder dat je knibbelt op de inhoud. Ja, heel mooi. Oké. En als we kijken naar het lerende aspect, hè, want er zijn heel veel personen in de organisatie die wat anders moeten doen, ander gedrag moeten laten zien, misschien ook bepaalde overtuigingen moeten loslaten of gewoontes. Wat heb je daarin gedaan rondom dat lerend perspectief? Heb je er reflectiemomenten? Waren er trainingen? Je kan daar wat over vertellen. Nou ja, wij hebben het project meerdere keren toegelicht in een groot wijkverpleegkundig overleg. En daarin de wijkverpleegkundige dus heel erg meegenomen in ons proces. En tijdens de implementatie hebben we ook echt de wijkverpleegkundigen en de wijkteams 1-op-1 begeleid door iemand uit de projectgroep en heel erg meegenomen. Ja, dus eigenlijk ook niet alleen meegenomen in het opnieuw indiceren door de wijkverpleegkundigen, maar ook de wijkteams meegenomen in, nou, hoe ziet een zorgplan eruit? Welke onderdelen moeten er allemaal inzetten? Waar let je op? Hoe rapporteer je goed? Omdat echt het zorgplan en de rapportage onze verantwoording nu is geworden. Dus dat moet goed op orde zijn. Dus daar hebben we echt wel de medewerkers in meegenomen en opgetraind. Oké, dus trainingen en gesprekken. En hoe hebben jullie dat gedaan bij Vivantes? Wij ook in het wijkverpleegkundig overleg. Maar daarbij ook dat ik geregeld in het MT en het managementteam overleg ook een update ga geven, zodat wel de managers ook goed op de hoogte zijn.
En ik ga nu ook, nu we bezig zijn met de implementatie, eigenlijk ook wel bij iedere wijkverpleegkundige één keer in de 2 à 3 weken echt individueel samenzitten van hoe loopt het, waar loop je tegenaan, waar is nog wat sturing of wat hulp bij nodig, zodat je dat daar ook op kan afstemmen. Oké. En wat hoor jij in het land, Pauline, over hoe je mensen dat lerend aan de slag laat gaan met deze verandering en dat iedereen ook ondersteund voelt daarin? Daar niet zoveel over, maar wel dat het vertrouwen gewoon heel belangrijk is. En het vertrouwen echt voor iedere speler. Dus het gaat zowel voor de medewerkers, van hey, krijg ik mijn salaris wel goed? Op het moment als je dus inderdaad ook los gaat laten, het stukje over wat jij gaf jij aan, hè, over het verlengen van de dienst, of was jij dat, Joyce? Ja, Marieke. Maar wij zijn ook overgegaan. Ja. Dus dat je dus van, goh, ik werk langer, krijg ik mijn salaris inderdaad wel? Nou, die verloning die is bij jullie losgekoppeld van het declaratiesysteem. Nou, krijg ik mijn geld voor die aanbieder, voor mijn werkgever is het belangrijk. Van nou, doet die medewerker wat hij moet doen? En schiet ik er niet bij in, hè, want we laten die productieradar los. Mm-hmm. Waar is mijn stuurinformatie? Maar ook voor die zorgverzekeraar is het gewoon heel belangrijk. Want die heeft ook gewoon zijn taak daarin om te kijken dat die zorg goed verleend is. En dat er ook gedeclareerd wordt wat er uiteindelijk verleend is. Ja, oké. Dus daarin, en wat we verder belangrijk is denk ik ook wel dat we gewoon heel goed nadenken van waar gaat het eigenlijk over? Wat is nou precies die 5 minuten registratie? Als ik kijk met de actiedag meer zorg, minder papier in 2017 bij VNVN. Mm-hmm. Daar is hij dus ook echt echt boven tafel gekomen van hey, hier willen we vanaf en hier hebben we heel veel last van. Er waren organisaties en dan moesten medewerkers op 16 verschillende productcodes registreren. Ja, en alles iedere keer afronden per 5 minuten. En was ik 2 minuten langer ergens, dan werd het naar beneden afgerond. Was ik 3 minuten, dan moest ik het naar boven afronden. Dus je was voortdurend op die klok aan het kijken. En dan kon je wel meerdere productcodes per cliënt registreren. Ja, dus echt af van die administratieve lasten en echt kijken wat is er echt nodig. En inderdaad de hoeveelheid in een formulier, maar ook inderdaad een code. Dus ja, maak het simpeler. Maak het simpeler. Ja. En inderdaad ook Joyce, wat jij net zei, hè, ga alsjeblieft voorkomen dat je niet alles iedere 5 minuten in die tenzij gaat stoppen. Dus kijk echt als er heel grote afwijkingen zijn, waardoor je ineens een uur langer ergens bent. Ik noem maar iets, hè. Dat uur is niet een vaststaand iets, hè. Dat had ik niet. Nee, maar als je echt enorm uitloopt door een incident, ja, dat is een tenzij. En die is herleidbaar in ieder geval in je rapportage. Ja. Mooi om te horen. Even wat vragen uit de chat. Dus als jullie ook vragen hebben, zet ze vooral neer. Dan ga even kijken wat er een beetje binnenkomt. Een vraag voor een wijkverpleegkundige. Even kijken wie hem oppakt. Hoeveel minuten ongeplande zorg reken je ongeveer voor cliënt per week met bijvoorbeeld dementie of cliënt op somatisch gebied? Nou, wie kan ik die geven? Ja, Marieke. Het ligt dan. Ja, wij hebben het inderdaad per doelgroep bekeken, maar daarin maken wij nog wel een nuance naar het individu qua complexiteit. Dus wij kijken ook nog wel, is iemand bijvoorbeeld met dementie in staat of de mantelzorger tot het voeren van eigen regie? In hoeverre, hoe complex is de zorg. Dus dan kan het nog wel variëren. Ik weet het zo niet uit mijn hoofd, maar volgens mij tussen de 30 minuten en 1,5 uur of zo, wat wij als groep wijkverpleegkundigen hebben vastgesteld. Oké, dus binnen die marge ongeveer. Oké, en nog een vraag. Wordt de cliëntplanning gemaakt vanuit het zorgplan? En hoe komen de zorgmomenten bij de planner? Ik denk dat ik ook Marieke weer. Ik denk heel erg aan welk elektronisch dossier je gebruikt. Wij gebruiken Mijn Cares van Pink Rokade. En in ons zorgplan hebben we nog niet de koppeling naar dat de automatisch uit de acties plankaartjes rollen en zo. Die moeten wij nog weer apart handmatig aanmaken in het systeem. Oké. Ja. Maar jullie gebruiken wel die plankaartjes. De plankaartjesfunctie gebruiken wij. Ja. Wij ook. Ja? Dus dat is ook wel iets. Maar de indicatie is daar wel. Vormt daarin wel je basis. En hoe zetten jullie dat in? Kunnen we wat over vertellen, Joyce? Als je indicatie inderdaad hebt, bijvoorbeeld dat je uitkomt op 10 minuten of kwartier in de ochtend, dan maak je daar inderdaad ook je plankaartje wel op aan. Het wordt wel gebaseerd op je indicatie. Okay. Maar wij moeten daar nog een aparte handeling voor doen. Ik denk dat dat ook blijft. Ik denk het ook. Die
Kijk, het is, bij het CIS was het vroeger zo. Hè, aan- en uittrekken van een steunkous kreeg je eerst kwartier voor en later was dat 10 minuten. Wij zijn geen CIS meer. En als ik iets ga doen bij die cliënt, het is niet standaard. Ik kijk naar die cliënt, ik kijk naar zijn situatie. Wat kan die? Kan die het misschien, kan die een handeling uiteindelijk zelf leren? Moet ik in het begin wat meer tijd inzetten om het uiteindelijk af te kunnen bouwen? Dus er zitten zoveel variaties in. Kan ik misschien uiteindelijk een mantelzorger een stukje aanleren, waardoor ik misschien in het begin meer tijd kwijt ben en later minder? Dus het is echt kijken van, hey, wie is mijn cliënt? Welke acties ga ik uitzetten? Wanneer ga ik die doen? Die zet ik onder elkaar en daar hang ik een plankaartje aan vast. Ja. Van hoeveel tijd ben ik met die acties bij die cliënt bezig? Ja. En dat is niet standaard. Nee. Gelukkig niet meer. Gelukkig. Nee. En mooi om te horen, hè, dat je aan het sluit aan met de cliënt, hoor ik. Die zorgplan is belangrijk, die wij verpleegkundigen heeft. Die professionele inschatting, vertrouw daarop ook. Hoe doen jullie dat met de professionele inschatting van de wijkverpleegkundige? Als mensen dat lastig vinden, hoe gaan jullie daarmee om? Gaan mensen met elkaar in gesprek? Kijken ze naar elkaars zorgplan? Wij doen dat wel. Ja. Wij hebben 1 keer in de 2 weken wijkverpleegkundig overleg. Dus daar zijn alle wijkverpleegkundigen samen. Mm-hmm. En dan zijn we ook minimaal inderdaad 1.5 uur bezig. Tot er 1 of 2 zorgplannen eruit gepakt worden. En tot we die met z'n allen gaan bekijken. En wat vinden we ervan? En wat kan eventueel anders of hoe kan er met een andere blik naar gekeken worden? Ik doe dat ook in de individuele gesprekken wat ik met de wijkverpleegkundige heb. En waar we in de toekomst wel naartoe willen, is dat er een soort een buddy-systeem ontstaat. Dat bijvoorbeeld Marieke, die controleert stiksproefsgewijs of controleert, mm-hmm. bekijkt 2 keer 2 willekeurige zorgplannen van mij. Ik bekijk er 2 van jou, jij bekijkt er 2 van Karen. En dus zo versterk je elkaar en leer je van elkaar. Zo leer je van elkaar, maar zeker niet met het, met het oog op controle, maar puur inderdaad met elkaar om te leren van elkaar. Ja, mooi. Nog wat vragen uit de chat. Hoe zit je de cliëntgebonden tijd voor zorgcoördinatie in het rooster planning? De cliëntgebonden afstemming zetten wij niet bij Amaris om in plankaartjes. Want dat is niet op dagbasis in te schatten wanneer die cliëntgebonden afstemming gaat plaatsvinden. Dus, okay. En dat heb je ook niet nodig om te weten. Nee, je hebt gewoon je lijstje cliënten. Dat is je route, mm-hmm. bij wie je langs moet. En daarnaast maak je nuttig je dienst. En dan is er dus ook ruimte voor die cliëntgebonden afstemming. Oké. Maar jullie hebben zorgplan als realisatie. Ja. Ja. En dan staat hier staat zorgplan is planning, is realisatie. Dus dan is het van, ik denk dat de vraagsteller op een gegeven moment ervan uitgaat van, hey, dan heb je ergens, moet die cliëntgebonden afstemming in die planning staan. Maar jullie declareren het zorgplan en niet de plankaartjes. Wij declareren de indicatie. Ja. En in die indicatie zit al de cliëntgebonden afstemming verweven. Ja, en op aanvullingen op Marieke, als we dan kijken, als we dan toch even trekken naar die cliëntenplanning. Die diensten die er ingezet worden, die zijn niet voor 100% cliëntenplanning. Daar zit altijd een stukje uitloop in. En zeker ook omdat we die 2 8-uursdiensten hebben, is dat juist zijn dat. Hè, op het moment dat je dus in je kortere ochtenddienst daar niet aan toe komt, kan je dat aan degene die de lange dienst heeft overdragen. Dat er toch voor die cliënt waarbij je geweest bent, die afstemming kan gebeuren. Dus bijvoorbeeld het belletje naar de apotheek of naar de huisarts. Ja. Dus zo hebben wij dat stukje daarin die cliëntenplanning ingebouwd. En je probeert ook evaluatiegesprekken en dat soort dingen zoveel mogelijk te plannen in wanneer je de 8-uursdiensten hebt, zodat je die lekker in de middag kan doen en daar de tijd voor hebt. Ja. Mooi om te horen. En nog een vraag. Er wordt door de NZA ook gewerkt aan een doelgroepensysteem met betrekking tot de declaratie. Hebben jullie rekening mee gehouden? Dus de nieuwe bekostiging. Ja, wij hebben ons er wel in verdiept bij Amaris. Maar op dit moment heeft het niet heel veel raakvlakken eigenlijk. Want ook binnen die nieuwe bekostiging wijkverpleging blijft het indiceren van de wijkverpleegkundige bestaan en het zorgplan. Dus de professie van de wijkverpleegkundige blijft gelukkig overeind. En daar past ons project naar onze mening gewoon prima bij. Oké. En Joyce, heb je daar nog aanvullingen op? Nee, eigenlijk wel. Het staan wel hetzelfde. Oké. Ik zie dat we nog 6 minuten voor het tafelgesprek hebben. Dus ik ben benieuwd of er nog meer vragen zijn. Kijk even de moderatoren digitaal een beetje aan. Wat is eigenlijk als jullie zo terugkijken? Hè? Want we hebben het nu gehad over dat zorgplan, over de indicatie, een stukje verloning, over wat tools. We hebben heel veel aangestipt in het gesprek. Wat heeft het vooral jullie opgeleverd? In de pitches is er wel iets naar voren gekomen. Maar wat denk je van, nou, daar zijn we nu echt wel heel blij mee. Dat merk je echt op de werkvloer. Daar worden mensen enthousiast van. Nou, de wijkverpleegkundigen bij ons worden heel erg enthousiast van dat ze dus niet meer hoeven te registreren. Want dat kon soms echt wel minimaal 1 kwartier van je werkdag in beslag nemen.
En ook, nou ja, dat productiviteitsradertje was heel erg deprimerend, omdat je dan voor je gevoel heel goed bezig was geweest en dan kwam er toch een beroerde productiviteit uit. Ja. En daarnaast heeft het ook opgeleverd dat het wijkteam gewoon veel meer betrokken is bij het hele proces van zorgplan opstellen en meekijken van klopt de indicatie nog. Dus het is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden. En daardoor ook wel dat de kwaliteit, denk ik, verhoogd is, doordat de zorgplannen altijd heel erg actueel zijn en goed worden bijgehouden. Ja. Oké, heel mooi. En bij jullie, Joyce? Ja, nee, die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat het niet meer alleen maar van de wijkverpleegkundige is, maar dat iedereen zich daar ook verantwoordelijk voor voelt en ook een rol in neemt. Ja. Een wijkverpleegkundige kan het niet allemaal in haar eentje. Daar heeft ze echt het team voor nodig. Dus dat is. Zoals je zegt, het is zichtbaar dat het inderdaad meer een proces van ons allen is, zeg maar. Ja. Ook meer kwaliteit van zorg, denk ik, door die zorgplannen die je meer aansluit op de cliënt, op de vaccinatie. Ja, en ik denk ook wel wat meer plezier, want je bent toch minder met papiertjes en formulieren bezig. Mm-hmm. Uiteindelijk willen we, denk ik, allemaal wel zorgen voor een cliënt. En als we wel heel graag met papiertjes bezig waren, waren we aan een administratieve opleiding. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het hart zit toch bij het zorgen voor precies, de mensen. Dus. Ja. Nee, die is zo. En ik zou daar nog wel een aanvulling op. Want wij hebben inderdaad na de invoering hebben we ook wat evaluatiemomenten gehad. En daar kwam echt wel uit naar voren dat medewerkers binnen het wijkteam zeiden, ja, we hebben nu echt het idee dat we in ieder geval, of de rust in ons hoofd, dat we voor die cliënten kunnen zijn. Niet, we racen de voordeur in, doen we even snel de zorg en we racen weer door naar de volgende. Dus dat was wel echt, ik denk dat het wel echt een van de waardevolle dingen is die het ons heeft opgeleverd eigenlijk. Heel mooi. Ik krijg nu wat vragen. Welke dilemma's zijn jullie vooral tegengekomen? En misschien ook, Paulien, wat heb je gehoord in het land waar mensen echt mee worstelen? Maar de meeste zijn genoemd. Het stuk vertrouwen is genoemd. Het stukje achteraf bijstellen. Het gevoel van, hey, doe ik het wel goed? Hè? En krijgen we straks niet bij een controle achteraf, krijgen we dan toch nog niet op de kop dat we het niet goed hebben gedaan. Ja. Dus echt het stuk vertrouwen wat jullie beiden. Ja. Een beetje lef begonnen we mee. Lef, hè? Een beetje lef, vertrouwen. Out of the box denken dan wat je gewend bent. Ja, het lef en het vertrouwen. En het stuk hou vast. Wat jullie mooi opgelost hebben met die tool. Hè? Van goh, hoe doe ik dat nou met de cliëntgebonden afstemming? Hoeveel mag ik daarvoor indiceren? Ja, je mag daarvoor indiceren wat je daarvoor nodig hebt. Want jij bent die wijkverpleegkundige. Dat is dan soms een antwoord wat iemand niet per se wil horen. Want het geeft dan nog net niet voldoende houvast. Maar dat is wel je rol. Ja. Heb je de aanvulling op welke dilemma's zijn jullie tegengekomen? Of wat je denkt van, ja, dan ging het een beetje wrijven misschien. Nou, heb je het ook wel een klein beetje aangestipt, hè? Die doelmatigheid, die hangt wel als een soort van Damocles boven je hoofd natuurlijk. En voor ons heeft het gewoon goed uitgepakt, gelukkig. Mede natuurlijk ook van, ja, weet je, daarin, ga gewoon eens kijken, hoe doe je het nu? In principe verandert er niet heel veel, want de wijkverpleegkundige blijft nog steeds indiceren. En daar komt echt een heel stuk wat jij ook zegt, Paulien, dat vertrouwen. Weet je, als dat vertrouwen gevoed wordt binnen je organisatie, dan komt die doelmatigheid vanzelf ook wel goed. En kijk wat je daar nu over weet, kijk waar je zelf nog kan verbeteren en probeer dat in je proces te implementeren. En dan komt het echt wel goed. Het blijft vooral goed. Het gesprek met elkaar aangaan. Hè? Toen ik terug wilde naar van die 14 pagina's naar die 2 pagina's. Ja, dat bij afdeling kwaliteit was daar wel even een beetje paniek. Van, Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen? Neem respecteer ieder zijn rol en ieder zijn functie daarin. En kijk ook van, hoe kunnen we daar samen uitkomen en hoe kunnen we elkaar erin vertrouwen tot het wel goed komt? Ja, ik vind het mooi. Hè? Even die koudwatervrees. Heb de aandacht voor. En dat stukje loslaten. Ik heb nog even 2 praktische vragen. Is de 8-uur dienst vooral bestemd voor de wijkverpleegkundigen? Bij ons niet. Nee, ja, de wijkverpleegkundigen draaien wel vaak 8-uurs diensten. Maar de 8-uurs dienst, zoals ik hem bedoelde, is echt ook degene die de telefoon op zak heeft voor ook de alarmoproepen. En dat is eigenlijk doorgaans niet de wijkverpleegkundige, maar een verpleegkundige of verzorgende. Okay. Bij ons ook. Ja. En een andere vraag, als een cliënt meer zorg nodig heeft, via welke route wordt het zorgplan dan aangepast? En wie signaleert en houdt in de gaten dat je niet meer levert dan declareert?
Ja, dat is een beetje een twee. Bij ons is het een beetje een tweetrapsraket eigenlijk. In eerste instantie ligt het natuurlijk vooral in het team. Want ja, die komen bij de mensen thuis. Dus die signaleren. En dan gaat dat via de wijkverpleegkundige. En dat is dan. Maar stel dat er onverhoopt. Er is bij ons op de zorgadministratie worden er nog steeds maandelijks controles gedaan. Er wordt toch een beetje gekeken van nou, hey, hoe zit dat nou? Zij checken natuurlijk nog steeds op rechtmatigheid. Dus als zij gekke dingen zien, dan komt dat vanzelf. Dus er zijn altijd nog. Dus we hebben in eerste instantie hebben we natuurlijk controles in het team, zeg maar. Het klinkt eng, controles. Maar het is gewoon meer. Je hebt de verantwoordelijkheid voor elkaar om die goede zorg te leveren en te doen wat je, ja, wat je afgesproken hebt met de cliënt. En je hebt natuurlijk altijd achteraf nog bij zorgadministratie of dan wel bij de controller. Als er iets geks is, dan kom je daar echt wel achter. Zeker ook als je gewoon die controles in je proces inbouwt. Ja, en uiteindelijk zijn we daar natuurlijk allemaal. Ja, moet dat van de accountant? Ja. Dus ja, bepaalde controles moeten er. Dus dat, die zijn er ook niet voor niks. Dus ja, je komt er altijd wel achter. Okay. Ja, binnen het wijkteam hebben we ook de vegers en verpleegkundigen hebben ook de rol als contactverzorgende voor een aantal cliënten. Dus die houden het ook altijd extra goed in de gaten of alles goed loopt bij die cliënten. Ja. Of het zorgplan nog actueel is. Oké. We hebben heel veel verdieping gezocht. Ik kijk naar de tijd. We zijn met de tijd een beetje om. Er zijn ook niet zoveel meer vragen, gelukkig. En ik wil heel erg bedanken voor dit gesprek. Volgens mij hebben we veel aangestipt. En ik hoop, deelnemers thuis, dat jullie een beetje op weg hebben geholpen. En wat inspiratie hebben gegeven. Dus dank jullie wel voor dit tafelgesprek. En we gaan nu door naar. Ik zit even te kijken naar de. We gaan nu door naar de subsessies. En dat gaat als volgt. Jullie hebben je van tevoren opgegeven voor de subsessies. Het waren drie. Eén rondom de dilemma's. Eén rondom de implementatiestappen. Wat meer de procesmatige kant. En één rondom de verloning en financiering. En jullie krijgen zo meteen een knop te zien. Dan kun je op join drukken. En dan ga je naar je subsessie van jouw keuze. Waar je vooraf hebt opgegeven. En als dat niet zo is, dat je niet hebt op kunnen geven, omdat je last minute misschien hebt aangesloten, dan kun je gewoon in deze link blijven en dan word je automatisch naar een subsessie doorgeloost. En we gaan zo even een korte pauze in van een minuut of 10. En dan gaan we automatisch door naar die subsessies. Dus ik denk dat het mooi is om daar de verdieping in te zoeken. Ik zie dat we nog even wat tijd hebben. Even als we kijken van waar zijn jullie eigenlijk het meest trots op als afronding? Dat we weer meer aandacht voor de zorg hebben en een betere kwaliteit. Oké, dus betere kwaliteit. En jij, Marieke, waar ben je het meest trots op? Ja, dat we de zorgverleners blij hebben gemaakt dat we geen minuten meer hoeven te registreren. En zelf ook een beetje blij. Ja. Ja. Het is toch mooi, hè? Die zorgverlener komt toch wel de hele tijd om de hoek kijken van hey, dat is toch belangrijk dat je daar naar luistert. Maar eigenlijk je eigen proces en het goed doen is natuurlijk ook mooi. En Paulien, waar denk jij dat wat je maar de mensen het meest blij van worden? Waar ik het meest blij van ben, is dat we het met die hele werkgroep met z'n allen de neus dezelfde kant op gekregen hebben. Dus echt met alle spelers die erover gaan, dat we met z'n allen het eindelijk zover gekregen hebben dat we van die 5 minuten registratie afkomen. Ja, oké. Okay. En Karin? Ja, ik ben eigenlijk wel het meest trots op de vrijheid en het vertrouwen wat we vanuit de organisatie gekregen hebben. Dat we eigenlijk bijna carte blanche erin mochten gaan. Ze zeiden van, nou, we willen graag die 5 minuten registratie afschaffen. Aan jullie de taak om daar een goede weg in te vinden. Goed om te horen. We gaan even naar een korte pauze van een minuut of 10. Kwart voor gaan we beginnen met de subsessies. Je wordt dus automatisch doorgeloosd. Klik op die knop en tot zometeen. Dag allemaal, welkom bij de plenaire afsluiting. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne subsessie hebben gehad. Iedereen ging een andere kant op. We hebben ze over dilemma's gehad en daar het gesprek over gevoerd. Een groep heeft gekeken naar de financiën en de verloningskant. En een groep gekeken naar de implementatiestappen. En ik hoop dat jullie veel inspiratie op hebben gedaan en tips hebben gekregen. En ook mooie gesprekken zijn gevoerd. Wat we al eerder zijn aan het begin, alles is opgenomen. Dus ook alle subsessies waar je dus niet bij kon zijn. Dus kijk die vooral terug. En ook het plenaire stuk is opgenomen. En stuur het ook vooral door naar anderen in je organisaties die er daar baat bij hebben.
Je kunt ze later ook terugkijken op onze site, maar je zult ook nog een linkje krijgen hierna met de opnames. In de chat is een link naar het evaluatieformulier. Vul dat vooral in, dat helpt ons enorm. En wat belangrijk is, geef daar ook in aan wat je misschien nog nodig hebt. Want wat ik al zei, we hebben verschillende kennisproducten gemaakt. We hebben deze sessie georganiseerd. Er zijn 3 leernetwerken geweest. Maar wat hebben jullie nog meer nodig? Want er is nog best wel de ruimte om daar wat mee te doen vanuit Freelance en VWS. En dat doen we natuurlijk graag. Dus geef aan, wat is er nog nodig? Wat mis je misschien nog vandaag? Dus dat is belangrijk voor het evaluatieformulier. En we zijn natuurlijk benieuwd wat je het meest heeft geholpen. Die opnames en een ander is nog op de website. Ik heb het al eerder gezegd. Kijk naar die kennisproducten, lees vooral ook die interviews, want we zitten hier met Vivantes, Amaris en Paulien en Janine van het VWS. Maar dat zijn ook interviews met andere organisaties en ook interviews met zorgverzekeraars komt er nog op. Dus de vraag over die kant, die best wel wat werden gesteld, kunnen jullie daar ook nog wat antwoorden op krijgen. Dus kijk vooral naar die site. En voor nu wil ik jullie vragen, wat neem je eigenlijk mee? Dus bedenk dat misschien zometeen, neem even misschien 5 minuten reflectietijd. Van wat heb je gehoord en wat wil je gaan doen? En bij wie moet het morgen op de tafel liggen? Of welke acties zit eraan gekoppeld? Wees lekker concreet voor jezelf. En ik wil vandaag natuurlijk heel erg bepaalde dames bedanken. We zijn hier met een mooie dame zelf op. Dus Marike, bedankt voor je bijdrage en je mooie verhaal van Amaris. En ook misschien de rekenkundige kant. Ik zie Karen, ze is hier niet aan de tafel. Maar daar ook nog vele danken aan haar. Wat zij vertelde over het stukje verloning. Joyce, mooi wat je hebt verteld over het verpleegkundig proces en de start en hoe je eigenlijk na al die 14 à 4 naar 2 bent gegaan en de praktische kant. Goed om dat te horen. Pauline, bedankt voor de voorbeelden uit het land en ook vanuit de werkgroep en vanuit jouw rol van ambassadeur. Mooie aanvulling erop. En Janina, bedankt voor eigenlijk het stukje van het VWS, waarom we het allemaal doen, de kern van die verandering. Dus bedankt allen voor dit mooie gesprek. En ik was benieuwd, hebben jullie nog iets dat je denkt, nou, nu we toch in de afronding zitten, dit wil ik nog wel meegeven aan de mensen thuis. Janina. Ja, ik wil allereerst echt zeggen dat ik het een hele mooie middag vond. Ik vond het mooi omdat het echt vanuit de praktijk ook gekomen is. De goede voorbeelden vanuit de praktijk verteld zijn. En dat zijn echt de verhalen die ik denk die heel erg helpen. Dat die andere wijkverpleegkundigen, andere organisaties heel erg kunnen helpen om die overstap te maken. Dus dat vond ik echt het mooie van vanmiddag. Ja, waar ik echt vooral voor wil oproepen, inderdaad, als er nog knelpunten zijn, als er nog vragen zijn, waar je mee zit, leg het contact. Dat kan via Freelance, maar dat kan ook direct naar het programma Ontregelde Zorg. Stel je vragen vooral en blijf daar niet mee zitten. Want we willen graag helpen bij die overstap en graag die administratieve lasten naar beneden brengen met elkaar. Mooie handaanreiking die je letterlijk doet. Hè? Ja. Dus pak de hand van VWS als je die nodig hebt en maak er zeker gebruik van. En Marieke, heb jij nog iets dat je denkt als takeaway boodschap? Van nou, dit wil ik nog als een soort aanmoediging meegeven voor de deelnemers thuis. Nou ja, heb vertrouwen in de wijkverpleegkundigen en de wijkteams en hun professie. En toon een beetje lef. Toon een beetje lef. Ja, die kwam veel heel mooi. Terug, hè? Ja. Toon een beetje lef. En Joyce? Heb inderdaad vertrouwen. En in het begin is het misschien eens even een beetje zwemmen, een beetje pionieren. Maar het komt allemaal goed. Gelukkig hoef je geen diploma A te halen. Dat is mooi. Paulien, als laatste, wat wil je meegeven? Ik vind het sowieso, ik vind het heel mooi om te zien wat er dus in de afgelopen jaren, wat we bereikt hebben, ook met z'n allen. En dat we nu, vanaf het moment dat we de vermindering administratieve lasten, dat we daarmee begonnen zijn en waar we nu gekomen zijn. Er stond net van, goh, krijgt die wijkverpleegkundige een andere rol? Ik denk juist dat we als wijkverpleegkundige en als verpleegkundige en verzorgende weer een stukje van ons vak hiermee terugkrijgen. Ja. Dus ik hoop gewoon echt dat iedereen het gewoon echt gaat doen. Ja. Nou, jullie horen het mensen. Heb wat lef, ga het doen en gebruik wat er is. En heel bedankt voor het kijken en vooral heel veel succes en nog een fijne dag. Dag!